In de camera, oké. Ik ben Janice Keijman, ik ben 32 jaar, ik kom uit Brasschaat. Ik ben aanvaller bij de Red Flames en bij Lyon. Ik ben de tweede Belgische speelster die meer dan 110 matches heeft gespeeld in de selectie. En ik ben de Gouden Schoen van 2018. Toen ik klein was, wou ik geen Belg zijn, maar Braziliaanse. Mijn favoriete speler was Romario. Ik heb gespeeld bij Osmi, Kaart, Beersen, OHL, Tiene. En voor mij is voetbal passie. Wat is het gekste dat je gezien hebt in je professionele carrière? Dat was toen dat ik in Amerika speelde. Heb ik mijn eerste wedstrijd daar op het backfield van een baseballveld gespeeld. Omdat we toen geen ander veld beschikbaar hadden. Dus dat was wel heel speciaal. Mocht je geen pro geworden zijn in deze sport, aan welke andere sport zou je leven wijden? Ik heb vroeger, toen ik klein was, nog wel gebasket. Dus dat vond ik ook wel een heel leuke sport. Zou ik misschien ook wel willen hernemen na de voetbal om zo gewoon voor de fun te spelen. Als we een biografie van jouw leven zouden maken, wat zou de titel zijn? Ja, iets mee genieten. Ik geniet van elke dag dat ik op het veld mag staan. Waar dat dan ook is, bij de Flames, bij Lyon of waar dan ook. Iets mee genieten zou wel goed zijn, denk ik. In welke stemming ben je voor een match? Ik ben eigenlijk heel relaxed voor een match. Ik geniet van de muziek in de kleedkamer en ook babbelen met ploeggenoten. Voor de match is dat niet echt stresserend voor mij. Meer relaxen en genieten van die momenten. Wat is jouw naarste herinnering op professioneel vlak? Ik denk dat dat vooral is als er ploeggenoten erg geblesseerd geraken. Ik denk dat dat wel de mindere kant is. Wanneer heb je voor het laatst een kater gehad? Daar hadden we gisteren aan tafel nog over. Ik kan het mij eigenlijk bijna niet meer herinneren. Ja, met heel de covid-toestanden en al. En omdat we toch ook professionele atleten zijn. Maar ik denk dat dat ergens bijna anderhalf jaar geleden of zo moet zijn. Ik denk dat we binnenkort nog een nieuwe moeten doen. Wat zou je tegen je 16-jarige zelf zeggen? Geloof nog meer in jezelf. Ik weet dat ik daar soms een beetje te braaf voor was. Maar ik denk dat ik door de jaren wel getoond heb wat ik waard ben. En ja, als 16-jarige zou ik zeggen, geloof ietsje sneller in jezelf. Wat is jouw eerste herinnering gelinkt aan de sport? Op een veld staan en plezier maken met vrienden. Wat zou het hoogtepunt in jouw carrière zijn? Ja, een prijs pakken met de nationale ploeg. Een mooi EK spelen zou heel plezant zijn, ja. Nog eentje. Wat is jouw mooiste herinnering op professioneel vlak? Het vorige EK in Nederland, toen we tegen Noorwegen gewonnen hadden. En dat konden we vieren met de supporters in Breda. Dat blijft tot nu toe toch een van de mooiste voetbalmomenten in mijn carrière. En nu is het mijn beurt om aan u een vraag te stellen.